Goedenavond iedereen. Goedenavond en welkom in de Bali. In de Bali Cinema om precies te zijn. Mijn naam is Joost Mellink. Ik ben programmamaker hier bij de Bali. En ik heb de eer om deze avond in ieder geval te openen voor jullie. Bij de Bali Cinema draaien we heel veel verschillende films. We draaien voornamelijk heel veel documentaires. En we proberen in speciale programma's altijd die documentaires uit te breiden. Het onderwerp wat groter te maken, dingen uit te lichten. En vanavond is zeker een speciaal programma. Vanavond hebben we Thomas Dekker te gast, ex-wielrenner. Ik weet zeker dat jullie hem allemaal goed kennen, dus ik ga hem niet uitgebreid introduceren. En ik heb vanavond... Ik ga niet zelf het nagesprek leiden, dat gaat Tim de Gier voor mij doen. Tim is maker, samen met Willem Dudok, maker van de podcast De Rode Lantaarn. Een podcast over wielrennen, nabespreking van ritten. En Tim die is van dag en nacht media, doet veel met verschillende soorten podcasts. Werkt ook samen met ons in de Bali, waarin we een podcast maken. Dus, en hij is een enorm wielrenfan. En die gaat met jullie het nagesprek doen. Dat duurt 30 tot 40 minuten. Tim heeft vragen voor Thomas voorbereid. Maar er zal zeker ook ruimte voor jullie zijn om vragen te stellen aan Thomas over de ideale tijdrit, over de film, over hoe hij het allemaal heeft beleefd. Het is misschien goed om te zeggen dat het gesprek met stream live wordt gestreamd op de website van de Bali en wordt opgenomen om later terug te bekijken. Dus ook welkom trouwens aan de mensen die via de stream meekijken. En dat is geloof ik wat ik ga zeggen voor jullie vanavond. Als je een vraag hebt, steek je hand op. Ik kom met de microfoon naar je toe en verder wijst het zich vanzelf. Heel veel plezier met Time Trial en veel fijn nagesprek ook zometeen. Gaan we nu nabespreken. En mijn naam is Tim de Gier. Ik presenteer een podcast over de Tour de France, de Rode Lantaarn. Nou, we begonnen in 2016 met presenteren van een podcast over de Tour. Maar dat is gewoon veel meer geworden, want de Tour wacht op niemand. Ook niet in het voorjaar. Dus we zijn ook de voorjaarsklassiekers gaan doen en de Giro en de Vuelta. We gaan gewoon door. Maar het gaat niet om mij natuurlijk vanavond. We gaan dit nabespreken. Geef me een warm applaus met Thomas Dekker. Zo, ik zal even wat inschenken. Ja. Best wel intense documentaire, vind je niet? Ja, het is een beetje een somber verhaal, toch? Ja. Als je gewoon ziet dat hij zijn laatste jaar, dat ze eigenlijk een document wilde maken. Zijn laatste Tour de France. En zijn carrière mooi afsluiten. En dat lukt dan eigenlijk niet. Ja, en het is ook op best wel een indringende manier in beeld gebracht. Laten we het zo doen. Wij gaan eerst even samen praten. Laten we dat ongeveer een kwartier doen. En dan het publiek ook de gelegenheid geven om vragen te laten stellen. Dus kunnen jullie alvast over nadenken. Dan doe ik eerst een voorzetje. Hoe keek je naar deze documentaire? Ik zit ook in de documentaire. En het is best wel een tijdje geleden. Dus toen ik hoorde dat... dat hij af was en dat hij naar Nederland zou komen, wist ik in eerste instantie natuurlijk niet meer wat ik in die tijd gezegd had. En bij mij, in mijn situatie, mijn persoonlijke situatie, is er ook heel veel gebeurd. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om een keer een inkijk te hebben van hoe rij je nou in een peloton. En wielrennen is natuurlijk al voor mij sowieso de mooiste sport om te kijken. Maar ik kan heel goed begrijpen dat sommige mensen moeite hebben om het wielrennen te volgen. En wat speelt er nou eigenlijk? En hoe ziet zo'n dag er nou eigenlijk uit? En ja, daar moeten we in de toekomst natuurlijk iets mee doen. Wielrennen is een hele mooie televisiesport. Maar het kan natuurlijk nog steeds veel mooier in beeld gebracht worden. Maar op deze manier, zoals hier, hoe het hier in beeld wordt gebracht, is er ook een soort aaneenrijging van allerlei kleine irritaties en ongemakkelijkheden. En ja, ontzettend zwaar, dat is natuurlijk, dat weet je wel van tevoren. Maar vond je dat een goed, gaf dit een goed representatief beeld voor jou? David zat ook op een punt in zijn carrière dat hij niet meer aan het winnen was. En dat voorjaar wat hij reed, zeg maar, in zijn laatste jaar. Ja, hij was gewoon constant aan het vechten om weer dat niveau te proberen te halen wat hij vroeger had. En dan lijkt het ook wel of het altijd regent dan in de wedstrijd en of dat niks mee zit. En
Ik denk dat een gemiddelde wielrenner tussen de 80 en 90 wedstrijden per jaar rijdt. En ja, vaak de eerste maand in het seizoen buiten natuurlijk al die exotische tripjes, regent het gewoon heel vaak in Europa. En ja, de pijn of ja, een regenjasje aantrekken, je handen die bevroren zijn. We kunnen heel veel tegenwoordig. We hebben heel veel goede kleding en zo. Maar als het echt regent, word je gewoon echt nat. En dan word je echt koud. En ja, dat zijn natuurlijk de dingen die je op tv niet zo goed ziet. En het is voor een wielrenner een heel gevecht om zeg maar, zijn tas achter in de auto met de juiste kleding daarin te hebben. En dan heb je nog het probleem dat je het weer moet aantrekken. En dat zijn allemaal kleine dingen. En er moeten bidonnen gehaald worden. En je komt weer terug. Je sluit weer aan. Ja, een koers heeft veel meer verhalen dan natuurlijk alleen de camera die voor op het peloton of op de kopgroep staat gericht. Het was ook wel grappig eigenlijk in deze documentaire. Je zat niet in de zaal, maar het was, er zitten een paar scènes in die werken toch ook wel vooral op de werken vooral op de lachspieren. Ja. Hoe stond jij? Het was 2013, deze beelden aan. Ja. Hoe stond jij er toen voor? Ik ben op 1 januari 2012 teruggekomen bij Garmin. En daar heb ik 3 jaar gereden, dus 2012, 13, 14. En het is wel grappig, want ik heb natuurlijk de documentaire ook teruggekeken. En op een gegeven moment zeg ik ook tegen David, ja, als je dit niet meer aan kan, dan moet je dus misschien tijd om gewoon te gaan stoppen. En op dat moment dacht ik zelf ook nog niet aan stoppen. Maar eigenlijk, als je goed kijkt, zie ik eigenlijk dat ik al gestopt ben in deze documentaire. Dat ik een soort van de moed al heb opgegeven en niet meer naar het niveau kan wat ik daarvoor had. Ik speurde ook naar jou in de beelden van de ploeg. Maar zat jij ook in die Tirreno Adriatico, die een grote rol speelt hierin? Ja, zeker. De scène die, dat we in de hotelkamer, dat is in de Tirreno Adriatico. En ja, dat heb ik al eerder aangaf. Ik heb nooit meer over deze docu nagedacht. En daarom is het natuurlijk wel extra grappig als je dan nu weer een keer de beelden terugziet. Maar hoe reed je toen eigenlijk dat voorjaar? Niet goed genoeg. Ja, we zijn natuurlijk gewoon profwielrenner. Dat willen heel veel mensen zijn. Maar niet meer het niveau waar ik mijn voldoening uit haalde. Het lijkt me ook niet op zich niet een heel erg warme ploeg waarin je terugkomt. Die ploegleiders zijn, leek me toch niet echt de meest supportive types voor mensen die toch een beetje aan het struggelen zijn. Nee, ja, dat is natuurlijk dat is ook in heel veel ploegen gewoon hetzelfde. Over het algemeen is een wielrenner die stopt. En die gaat dan iets in de wielerindustrie doen. Of ja, je gaat ploegleider worden. En ploegleiders over het algemeen, die hebben hun hele leven gefietst. En wielrennen kan over het algemeen niet heel goed communiceren. Want ja, het is best wel een sport die je vanaf een jonge leeftijd alleen doet. En dan moeten ze opeens een wielerploeg gaan leiden. Dus dat is natuurlijk heel vaak, gaat dat niet op de goede manier. Zoals bijvoorbeeld het toeteren als je niet op tijd wegrijdt nadat je wiel vervangen wordt. Ja, kijk, het is natuurlijk, het zijn natuurlijk geen mensen die gestudeerd hebben om met mensen om te gaan. Of in ieder geval de best mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren om het beste uit een jongen te halen. En er is gelukkig wel een omslag. En die zie je ook bijvoorbeeld bij Sunweb en je ziet ook bij Lotto Jumbo. Dat er ploegleiders komen die misschien zelf niet de absolute top hebben behaald, maar wel gewoon met mensen kunnen omgaan. En als jij het beste uit een groep wil halen, ja, dan zal je dat toch, dan zal je toch veel moeten communiceren. En dan zal je toch de gezichten dezelfde kant op moeten hebben. En ja, dat is natuurlijk in het wielrennen niet heel vaak het geval geweest. Klinkt eigenlijk wel iets voor jou en voor David. Ja, nou ja, misschien ooit als ik maar. Het zou mij wel hartstikke leuk lijken natuurlijk, maar wel op bepaalde voorwaarden. Want het is heel vaak dat je in een ploeg komt en dat de hiërarchie die ook in een wielerploeg of die ook onder de renners heerst, dat dat ook weer echt speelt bij ploegleiders. En dat vind ik wel heel mooi dat je dat nu ook in Nederland ziet, dat echt dat ze proberen het allerbeste uit een groep te halen. En ja, we hebben vandaag een ploegentijdrit gezien in de Tour. En dan zie je dat het heel belangrijk is dat je echt gewoon met een ploeg het moet doen. En dat je dan echt boven jezelf kan uitstijgen. Laten we zo ook nog even over tijdrijden en de ploegtijdrit van vandaag hebben. Maar nog heel even over de documentaire. Wat was Garmin voor ploeg op dat moment?
Nou, ik moet zeggen. Ik moet zeggen, als je een heel jaar op pad bent met gewoon gasten die wielrennen, is dat natuurlijk hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk eigenlijk alles te danken. Als ik niet bij Garmin had terug kunnen komen, dan had ik misschien helemaal niet meer gefietst. En het is natuurlijk niet te vergelijken. Kijk, toen ik bij Rabobank mijn eerste contract tekende, was ik 16 jaar oud. En was de juniorenploeg, toen de amateurploeg en toen de profploeg. En dan ben je met Nederlanders onder elkaar. En dan heb je een soort van familieachtig gevoel. En bij Garmin is het meer, je bent wielrenner, het is je werk. En we moeten het met z'n allen doen. Dat is niet te vergelijken. Maar dit is niet te vergelijken met de Nederlandse ploegen, bedoel je? Die waar je in het begin in terecht kwam? Nee, zeker niet. Nee, kijk, ik had natuurlijk ook wel de luxe dat ik toen ik jong was, dat ik heel goed was. En dat je dan misschien ook wel anders wordt behandeld. En misschien is het achteraf niet goed gegaan. Maar het was wel allemaal vanuit de liefde voor de wielersport. En dat moet natuurlijk wel de basis zijn. En een Amerikaan beleefde de wielersport ook gewoon veel anders dan wat wij dat doen. Ik als klein jongetje droomde om profwielrenner te worden. En dat zullen die Amerikanen ook misschien wel op een bepaalde manier hebben. Maar het is toch echt heel anders dan hoe wij dat in Nederland voelen. Is het eigenlijk niet zo dat hij, die Miller, die heeft ontzettend grote staat van dienst in het wielrennen? Is het niet zo dat je dan ook op een bepaalde soort van senioriteit kan leunen om geselecteerd te worden voor de Tour? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dit is zijn laatste jaar en dit had eigenlijk een Halleluja documentaire moeten worden. Hebben we natuurlijk met Armstrong ook gezien, die documentaire die over hem werd gemaakt. En dat is natuurlijk ook heel anders geëindigd en dit is op een manier ook heel anders geëindigd. Hij ging meedoen aan, volgens mij was het zijn 13e Tour de France. En er wordt een documentaire over hem gemaakt. Hij heeft een behoorlijke staat van dienst. Hij heeft alles al bewezen. En het is zijn laatste jaar. En toch besluiten ze om hem niet mee te nemen. En ja, zo duur zijn de plekjes dus. Maar begreep je de beslissing wel? Misschien ben ik dan wel te lief. Ik had hem altijd meegenomen gewoon omdat ik dat in mijn ogen verdiende, maar er spelen dan gewoon meerdere dingen. Sportief, hem misschien op dat moment het niet gunnen, een andere toekomstbeeld hebben, maar ja, dat is altijd moeilijk. Een verhaal heeft natuurlijk altijd meerdere kanten. Hoe bedoel je dat? Had hij dan een moeilijke relatie of zo met die? Ja, met nou, ik denk dat de relatie niet echt heel goed is gegaan. Dus zeker na het laatste jaar is dat natuurlijk wel allemaal heel erg bekoeld. Je zei ook dat hij was ook een soort eigenaar van de ploeg. Ja, kijk, toen Jonathan Fortis begon, toen heette de stichting, voordat het Garmin heette dat Slipstream. En dat was eigenlijk een soort van, zij hadden al een no-needle policy, dus je mocht niet meer injecteren. Ze hadden een eigen bloedpaspoort, ze hadden eigen interne controles. En daar is David, nadat hij is teruggekomen, in eerste instantie bij Sonia Duval. Is hij gelijk voor deze ploeg gaan rijden. En daar heeft hij wel, dat was toch een beetje ook zijn kindje. En later is dat wel anders geworden, want toen is Garmin natuurlijk gekomen als grote sponsor. En toen hebben ze ook nog wat andere sponsors aan zich kunnen binden. Maar in eerste instantie was hij wel gedeeltelijk eigenaar van de ploeg. Zijn hij nog steeds rond, toch, in het peloton? Is dit Cannondale? Dit is EF, Education First, Ja, het is dezelfde structuur. En nog steeds dezelfde ploegleiders en eigenaren eigenlijk, weet je dat? Zeker. Ja, nog steeds dezelfde ploegleiders. En Fortis is nog steeds de baas. En hoe kijk je daar dan nu naar? Volg je dat nog speciaal, deze ploeg? Nee, ja, ik ken die mensen natuurlijk allemaal. En als ik de afgelopen Giro heb ik iets mogen doen voor het Algemeen Dagblad in de Ronde van Italië. En dan ken je natuurlijk iedereen. Je kent de masseur, de mechaniekers, de ploegleiders. En ik gun ze allemaal het beste. Dus dat is superleuk als je ze dan natuurlijk weer een keertje kan zien.
Maar je lag dus de hele tijd met hem op de kamer. Gaat dat dan automatisch zo dat je dat, is dat elke koers zo? Of is dat, wordt dat per ronde, krijg je een nieuwe slaapie? Vroeger toen bij Rabobank was het allemaal wel meer duidelijk. Was echt een soort van hiërarchie. En degene die waarmee je op de kamer lag, was altijd wel duidelijk. Maar bij Garmin was dat altijd weer een klein beetje anders, omdat je ook allemaal een ander programma rijdt. Vroeger zat ik vaak in de kern van Parijs-Nice, Tirreno. En dan de voorjaarsklassiekers, de Waalse klassiekers, Amstel. En dan ging je weer voorbereiden op op bepaalde wedstrijden. En dat waren vaak dezelfde renners. Maar bij een Garmin waren dat, dat lag wat anders. Het lag wat minder traditioneel. En hoe heb je hem leren kennen in die ploeg? Toen David terugkwam van zijn schorsing, toen trainde hij met Cecchini. Dat was mijn trainer ook in Italië. En hij kwam terug volgens mij in de Tour 2006. De beroemde Fuentes Tour. En toen heb ik best wel vaak met hem gefietst, dus ik kende hem al. En toen op een gegeven moment de ploeggenoten. En hoe zou je hem omschrijven? Als wat voor type? Ja, David is echt zit sowieso als wielrenner heel mooi op zijn fiets. Echt een stylist. Slimme gast voor een wielrenner. En Konden jullie het allemaal goed met elkaar vinden? Nou, niet dat ik slim ben hoor, maar hij is wel echt. Hij laat dat ook wel graag merken. En hij is wel toch meer belezen als de gemiddelde wielrenner. En ook wel een extreem persoon. Qua excessen, dat heb je natuurlijk ook wel in zijn boeken gelezen. En misschien. Wat bedoel je daarmee? Wat voor manier extreem? Hij is gewoon heel extreem sowieso. Vanaf een vrij jonge leeftijd was hij natuurlijk heel goed. Daar heeft hij ook heel veel voor gedaan. En die heeft zich ook wel vaak verloren in bepaalde situaties. En misschien af en toe. De wereld trok natuurlijk ook zijn handen van hem af toen hij positief ging. Ging positief op doping, volgens mij ook. En die hele COVID-kliek waar hij toen voor reed, dat was natuurlijk ook een hele extreme ploeg qua slaappillen en qua weet ik veel allemaal. En daar is hij ook heel gevoelig voor. Dus gewoon, je bedoelt eigenlijk dus gewoon heel fanatiek, heel alles om te winnen. Ja, en s'avonds misschien ook af en toe iets te fanatiek. Ja, dat wordt ook aan het einde van de documentaire een beetje gesuggereerd. Was dat ook een soort van Garmin slotfeestje eigenlijk, wat we daar zagen? Ja, ik was eigenlijk wel uitgenodigd, geloof ik, maar. Echt waar, was het echt een Garmin slotfeestje? Ja, dat was het eind van het jaar of zo. En ik had het de laatste toevallig had ik het er met Johan van Zummeren over, want die reed toen ook bij Garmin. En toen had ik die documentaire even meegenomen en hadden we even samen gekeken. En toen zeiden we eigenlijk ook, zijn we eigenlijk niet uitgenodigd hiervoor. En toen zeg ik, joh, ja, dat weet ik wel, ik wil daar nog wel naartoe. Maar jij had iets anders te doen en toen ben ik ook maar niet gegaan. Dus eigenlijk was ik wel uitgenodigd. Ja, maar het was waarschijnlijk ook een heel raar feest, want er stond het in zijn eentje op de dansvloer. Ja, heel extreem te dansen. Het is een beetje ongemakkelijk natuurlijk als je op een dansvloer staat en er staat een camera bij. Ja. Maar even over dat tijdrijden, want jij zegt dus hij zit heel mooi op zijn fiets. Heb je vanmiddag ook uitgebreid zitten kijken? Ja, ik heb vanmiddag de hele middag gekeken. Je zit bij Radio 1, toch? Ja, en dan is langs de lijn. En hoe kijk je naar de ploegentijdrit vanmiddag? Vind je dat leuk om te zien? Ja, ik denk dat de ploegentijdrit toch wel een van de mooiste dingen in het wielrennen is. En als ik vanmiddag zo zit te kijken en dan hebben ze vanochtend het parcours gereden. En dan gaan ze starten. En dan voel je toch wat door het lichaam van die renners gaat. En dat zijn hele, hele nerveuze dagen. En dan zit je eigenlijk zo weer even in de koers. En het is gelukkig ook weer snel vergeten natuurlijk, want je hoeft niet te trappen op de radio. Maar ja, het is ook wel echt. Je ziet ook hoe professioneel het wielrennen is geworden. Want als je gaat kijken vandaag, zijn er 5 ploegen die binnen 11 seconden op 35 kilometer tijd rijden van elkaar eindigen. En ja, op zo'n dag moet alles kloppen. En wel voor als ik zo zit te kijken, en ik bekijk het natuurlijk ook wel een beetje met een ander oog. Dat je dus die Quickstep helemaal uit elkaar rijden. En dat
Ja, dan denk je ook, ja, dat is natuurlijk ook ploegentijdrit. Gewoon een geoliede machine moet het zijn. En er was waarschijnlijk Quickstep vandaag veruit de sterkste ploeg. Want die worden nog redelijk kort. En ja, dan zie je ook weer, als je bijvoorbeeld een Wout Poels ziet lossen vandaag. Ja, dat zijn toch, ondanks dat ze na de finish zeggen van, ja, ik heb mijn werk gedaan. Dat zijn toch dagen dat je toch een soort van schade oploopt mentaal. Want niemand wil gelost worden in een ploegentijdrit. En dan zie je ook zelfs op Sagan, op het laatste klimmetje, wordt hij er nog tussenuit gereden. En, Sagan zal zich toch niet, zal de moed toch niet in de schoenen zien? Nee, dat is misschien de enige renner in het peloton waar dat niet bij is. Maar. Kon je het zelf eigenlijk goed, ploegentijdrit? Ja, vond ik supergoed, ja. Hoezo is het nou dat sommige mensen zoals hij en zoals jij heel goed zijn in de tijdrit vanaf het begin af aan? Wat voor talent moet je daar dan voor hebben? Tegenwoordig heb je natuurlijk met windtunnel testen en er wordt er heel veel opgetraind en vermogens. Maar toen ik overkwam als prof en zeker in de jongere categorieën, ik zat gewoon goed op mijn fiets van mezelf. Dus ik had gewoon een goed uitgangspunt. En David had dat bijvoorbeeld ook. En tegenwoordig kunnen we alles meten. En het is een combinatie dat je redelijk aerodynamisch op je fiets zit. En dat je een behoorlijk hoog vermogen kan leveren. En dat voor een lange tijd kan volhouden. Ik was een redelijk goede klimmer, maar geen rasklimmer. Dus ik was ook altijd natuurlijk ietsje zwaarder als de gemiddelde klassementrenner. En ja, die combinatie dat je goed op de fiets zit, een hoog vermogen kan leveren en het vertrouwen in jezelf hebt dat je een goede tijdrit kan rijden, dat volstond in die tijd. We vroegen een tijdje geleden aan Eike Visbeek van Sunweb hoe ze renners selecteerden. En hij zei dat ze eigenlijk vooral de tijdrit in de gaten hielden overal om goede klassementsrenners te vinden. Dus dan begint bij de tijdrit en vanaf daar bouw je het uit. Ja, en er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen met die hele kleine Colombianen tegenwoordig die natuurlijk ietsjes minder kunnen tijdrijden, maar die zo goed bergop zijn. Maar ga maar naar de geschiedenis kijken. Over het algemeen de winter altijd een renner, de Tour de France, die een goede tijdrit heeft en die bergop vaak goed kan aanklampen. En een tijdrit ligt niet. Een tijdrit moet je natuurlijk alleen doen. En daar kan je absoluut niet verstoppen. En dus is het vaak wel een goede indicatie of je dat vermogen kan leveren en de aansluiting met de wereldtop kan maken. Heb je vandaag nog potentiële goede klassementsrenners gezien die heel mooi op hun fiets zaten, maar die we nog niet eerder gezien hadden? Nou, ik vond het wel grappig als je zit te kijken natuurlijk naar bij Sky. En dan zie je eerst dat Luc Rowe lost, en daarna Wout Poels. En dan zie je die hele kleine Colombiaan, Bernal, van 55 kilo, zal hij misschien max wegen. Dat vond ik toch wel indrukwekkend. Want als je dat kan, op een relatief vlak parcours, 35 kilometer, met dat geweld, dan gaan ze vaak in de toekomst denk ik wel een probleem met die jongen hebben. En zie je dat aan gewoon dat hij mee kan komen, of staat hij nog op een bijzondere manier mooi op zijn fiets? Nee, over het algemeen zitten Colombianen niet heel mooi op een fiets. Wie heb ik nog meer gezien? Ja, dit zijn natuurlijk ook allemaal wel. Je gaat natuurlijk als talent, mag je misschien een keertje meedoen aan de Tour de France. Maar over het algemeen is het toch best wel de gevestigde orde die er meedoet in de Tour de France. Dus die Bernal hebben ze waarschijnlijk echt iets gezien. Het is het eerste jaar dat hij prof is bij Sky. Hiervoor reed hij in Italië. En dat wil toch wel wat zeggen dat ze bij Sky zo rennen meenemen. Wat vond je van Education First vandaag? Een redelijk goede tijdrit. Volgens mij verliezen ze 35 seconden. En ze hebben natuurlijk Uran, die vorig jaar tweede werd in de Tour. En Maakt hij kans? Ik denk niet dat hij de Tour gaat winnen. Maar de eerste anderhalve week. Ze kunnen er ook zomaar tussenuit vallen. En het kan ook een hele rare Tour worden. Ik had ook niet verwacht dat hij vorig jaar tweede zou worden in de Tour. Heb je nog met hem gereden eigenlijk? Ja, Uran is op een hele jonge leeftijd prof geworden. En daar heb ik nog een aantal jaren mee gefietst. Ook een Colombiaan, toch? Ja, een beetje on-Colombiaans is hij eigenlijk. Zat hij on-Colombiaans mooi op zijn fiets? Nou, een beetje hoekig, maar wel een hele aardige kerel.
Ja. Dat is een beetje een enigma, denk ik, voor veel mensen. Voordat we laten we publiek de gelegenheid geven om vragen te stellen. Ik kan nog één vraag. Grappige scènes uit deze documentaire zijn ook natuurlijk als hij naast mensen gaat rijden om een praatje te maken. En ze soms gewoon denken van, oh ja, nou, en dan zich snel laten zakken of hard doorrijden. Maakt jij wel eens een praatje in het peloton? Ja, de hele dag. Ja? Ik was altijd heel goed in van achterfietsen en dan zijn het meestal de gezelligste mensen fietsen daar. Waar wie ging je dan fietsen? Ja, het zijn altijd een beetje dezelfde. Cummings, Steve, waar heb ik echt dagenlang mee gepraat. Dagenlang? Ja, want die fietste altijd van achter en ik fietste ook altijd van achter. Dus dan had je een soort van band met elkaar. Wie nog meer? Heb je nog meer voorbeelden? Je komt natuurlijk wel heel veel renners tegen. Maar Cummings spreekt er voor mij toch wel het meeste uit, omdat hij gewoon... Totaal altijd andere ploegen. Nooit eigenlijk enige connectie. Wel een goede tijdrit had hij in de benen. En daar reed ik eigenlijk altijd het meeste van. Die reed ook al bijna altijd hetzelfde programma als dat ik reed. Wie was eigenlijk die Sky waar hij de hele tijd naartoe ging? Die Sky, dat was... Was dat Stannard? Kirienka, volgens mij. Oh, Kirienka. Oké, Joost, zou je even kunnen helpen met even kijken of er hier in het... Als je een vraag hebt, steek dan gewoon je hand op. Dan komt Joost naar je toe. Ik hou altijd de microfoon even vast, dus hoef je niet te worstelen. Streng. Ja. Er was laatst een stuk waarin werd gezegd dat Volters een soort moneyball-tactiek probeert te spelen met het laagste budget, de beste ploeg. En je zei net ook van de dynamiek in een ploeg, gewoon hoe je het communicatief doet, is een belangrijk stuk. Denk je dat het kan, zeg maar, een ploeg puur op de data van de renners proberen samen te stellen en waarbij je dan, zou je denken, eigenlijk een beetje voorbij gaat aan of die dynamiek in zo'n ploeg dan wel werkt? Ik denk van niet. Van de week is er ook zo'n onderzoek geweest. In het peloton rijden, dat je dan als je in het buik van de groep rijdt, dat je dan zoveel kan besparen. Maar wielrennen is zoveel meer dan dat. En natuurlijk heb je gelijk, als je echt meegezogen kan worden door het peloton. Dan zou je eigenlijk puur op vermogens kunnen uitgaan. En dan zou je renners daarop kunnen contracteren. Maar wielrennen is zoveel meer en er gebeurt zoveel. En op een gat in de weg, een bocht, een ploeg. Waar moet je je op? Ja, ik denk dat dat niet kan, omdat het gewoon zo complex is. En je bent altijd rijden parcoursen die verschillend zijn. Dit jaar is een Tour de France met veel. Relatief veel bergen. De laatste week is behoorlijk zwaar. Weinig individuele tijdritkilometers. Dus daar ben je ook wel van afhankelijk. En als je natuurlijk baseball speelt, dan heb je natuurlijk altijd zelf gewoon een stadion en weet je precies wat je moet doen. En dat is in het wielrennen natuurlijk ondenkbaar. Een koers verandert altijd. En je ziet nu bijvoorbeeld ook met Sky, die hebben zoveel geld. Dat waarschijnlijk de nummer 4 of 5 bij Sky, die voor Froome of Thomas deze Tour op kop rijden, dat die nog meer verdienen als de kopman bij Lotto Jumbo. En dat is natuurlijk het probleem. Als jij op een gegeven moment mensen kan motiveren door een heel groot salaris te geven en zij de keuze maken om niet bij een kleinere ploeg gaan rijden voor het kopmanschap, ja, dan ga je het volgens mij altijd verliezen. Omdat de omstandigheden ook altijd verschillend zijn. Bedoel je eigenlijk, je kan alle data wel in de gaten houden, maar uiteindelijk gaat het toch om wie het meeste geld heeft in het peloton? Maar dat is natuurlijk in baseball ook wel een klein beetje zo. En daar hebben ze wel een salary cap, dus hebben ze een bepaald budget wat je kan uitgeven. Maar wielrennen, ja, dat is ook het mooie aan de koers. Iemand die heel goed kon, Nibali, die is echt niet 10 keer beter als heel veel andere renners, maar... Hij heeft een leeuwenhart, hij kan verschrikkelijk goed sturen. En dat is volgens mij niet... Ik denk bijvoorbeeld als je de data van een Nibali zou bekijken, dat je dan niet denkt van iemand die heeft die al die koersen die hij nu al heeft gewonnen. Hij heeft alle grote rondes gewonnen, hij wint klassiekers, hij wint de rondes van een week. Maar dat komt gewoon omdat hij heel sterk mentaal ook is. En het is niet alleen maar wat de benen kunnen, het is ook wat het hoofd ermee doet. Andere vragen? Daar, rechtsbovenin.
Misschien kun je ook even zeggen wie je bent, voordat je de vraag stelt. Dat is wel leuk. Peter Flikweert. Wat ik het mooie vond aan deze documentaire is dat het ook laat zien dat wielrennen dat ook gewoon werk is. En ik kreeg heel erg sterk de indruk dat, dat hij met tegenzin naar zijn werk ging op het eind. En wat me dan zo verbaasde op het eind is dat hij dan zo ontzettend teleurgesteld is dat hij niet naar de Tour de France mag. En wat is er dan zo speciaal aan de Tour de France dat zoiets met zo iemand doet? Kijk, als hij natuurlijk logisch nadenkt en je ziet deze documentaire, dan moet hij natuurlijk als geen ander weten dat hij niet meer naar de Tour de France moet. Maar hij heeft dat in zijn hoofd zo groot gemaakt. En ja, er wordt ook wel een documentaire over hem gemaakt. En hij denkt gewoon in het voorjaar. De Tour de France begint pas de eerste zaterdag van juli. Ik kan dit nog faken. Ik kan nog echt mezelf voor de gek houden dat het nog een paar maanden is. En dat ik dan naar een niveau groei wat acceptabel is om de Tour te rijden. En ik denk gewoon dat hij het in zijn hoofd zo groot heeft gemaakt. En als je natuurlijk het allermooiste is als je natuurlijk stopt met je sport. En je kan dat doen op het allerhoogste niveau en de allermooiste wedstrijd. Maar dat is natuurlijk ook voor heel weinig weggelegd. En David was niet een extreem veel winnaar. En hij was hier echt afhankelijk dat de ploeg hem ging opstellen. En ja, als hij zich in deze documentaire gewoon eerlijk in de spiegel had aangekeken, dan had hij wel begrepen dat hij er niet naartoe moest. Maar het is mooi voor het verhaal hoe het nu is gegaan natuurlijk. Wat is jouw lievelingskoers eigenlijk? Om zelf... ik ben wel zo'n wieler. Ja, ik kan van alle wielerwedstrijden eigenlijk wel genieten. Maar kijk, als je nu zie je pas deze week is de Tour van start gegaan. En dan zie je pas hoe groot dit is. En hoeveel media-aandacht het krijgt. En natuurlijk wielrennen is wel meer een sport geworden dat je het hele jaar eigenlijk moet presteren. Maar toch, als je het hele jaar niet presteert, investeren in de Tour, is het voldoende. Dus de Tour is natuurlijk wel de allermooiste wedstrijd. Het is ook juli, iedereen krijgt weer bijna vakantie. Iedereen is vaak, heeft dit vroeger bekeken op de camping. En ja, dit heeft gewoon iets nostalgisch, de avondetappe met Mart Smeets. Ja, vertel mij, want ja, ik vind dat ook. Maar is het ook zo leuk om hem te rijden? Nou, ik vind de klassiekers ook heel mooi. En de Ronde van Italië is een veel leukere wedstrijd om te rijden. Ik ben van, als je echt gaat kijken wat gewoon het leukste is om te fietsen, is gewoon Italië. Ja, toch die Italiaanse bergen, die Italiaanse wegen. Ja, niet eens de bergen, maar gewoon de hele sfeer die eromheen hangt. En de beleving. En als je vandaag ook die tijdrit zit te kijken en dan zie je Vroom met de skyploeg daarheen. En dan al die dorpjes dat die mensen boe roepen. Dan denk je van ja, ze weten nog. Ja. Ze weten eigenlijk helemaal niet waar ze over praten. Ja, het blijven Fransen. En het is gewoon vaak niet leuk om daar te fietsen. We hebben pas Fransen en Colombianen beledigd vandaag. Nog iets over Italianen? Kijk, het zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Laten we vooropstellen dat de meeste mensen geen boer roepen. Ik heb het toen meegemaakt in 2007. Toen werd Rasmus uit de Tour gehaald. Ja, dat wordt heel grimmig. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij Nederlanders dan heel hard de boe gaan roepen naar mensen. En wij hebben ook onze dingen. Maar het zit daar zo dieper in, die haat. En die haat komt natuurlijk al nog van dat een Amerikaan 7 keer de Tour heeft gewonnen, wat ze al heel irritant vonden. En dan komt er iemand uit Engeland met het meeste budget en die wint hem dan 4 keer op rij en die gaat nu voor zijn 5e keer. Ja, dat is toch wel dat Franse chauvinisme. Ja. Andere vragen? Hier vragen, Joost. Je wordt even getest, ook een beetje jouw conditie, ook een beetje zo op en neer die trap. Hi, ik heb een vraag over het geluid. Ik vond geluid in de film heel erg mooi en heel goed gedaan. Ook heel erg intens, je kreeg het echt heel erg mee. Maar is het nou zo als je in de koers rijdt dat je ook de hele dag die helikopter boven je hoofd hoort? Dan word je er knettergek van. Nee, dat is een goede vraag, maar dat is me nog nooit opgevallen. Nee. Dus ik heb die vraag wel eens meer gehad nu de laatste tijd en... Er is al zoveel geluid om je heen. Mensen die hun benen stilhouden, die ketting die gaat, remmen.
In de peloton is het nooit saai, ook als je zit te kijken en ze rijden met 200 mensen heel dicht op elkaar. Ja, dat is een gigantisch opletten. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit een helikopter heb gehoord. Hier in het midden, Joost. Bedoelt u me? Oh, was een, nou, maakt niet uit. Ja, je had het net over professionalisering. Hè? In hoeverre geldt dat voor psychologisch, sociaal, maatschappelijk begeleiding van renners? Als ik denk aan hoe Ajax dat op dit moment doet. Die hebben een college de toekomst waar de jongens vanaf hun 14e al compleet begeleid worden. Zou dat niet eens een oplossing kunnen zijn voor het voorkomen dat renners in excessen vervallen? Als doopgebruik, maar ook 's avonds de uitspatting. Ja, sowieso een stukje begeleiding. En kijk, Ajax is bijvoorbeeld een voetbalclub hier in Amsterdam. En die hebben een trainingscomplex. En die mannen moeten elke dag met elkaar trainen. En dan is het er in het voetbal nog steeds veel meer geld. Dus om jongens, op je 14e zie je ook totaal nog niet iemand die de Tour de France kan gaan winnen. Bij het wielrennen, of bij het voetbal, is vaak wel duidelijk. Diegene die op zijn 14e al heel goed kon voetballen, die maakt kans om later door te gaan naar of het eerste team of in ieder geval van voetbal zijn werk te maken. En bij wielrennen is dat gewoon een stukje later. En er is niet heel veel geld. En om allemaal bij elkaar te gaan wonen, zoals bij Ajax, weet, als je jong bent, heel veel Belgen die in gastgezinnen zaten. Dat maakt het wel een stukje makkelijker en je ziet ze elke dag. Dus je gaat elke dag eet je iets met elkaar, je gaat elke dag trainen. Dus dat is moeilijk. Maar ik moet zeggen, als ik nu ga kijken hoe de begeleiding eigenlijk bij Lotto Jumbo of bij een Sunweb, is dat al zoveel beter. En natuurlijk zijn er nog heel veel ploegen en ook heel veel oud-renners die in de sport zitten, waar ja, die een totaal andere visie hebben. Maar ik denk wel dat je, als je gaat kijken, dat de begeleiding echt zoveel beter is. Kijk, als één ploeg dat vroeger had gekund, dan was dat de Rabobank. Er zat genoeg geld, het kon niet op. En zij hebben dat nooit gedaan, maar ze hebben wel altijd geprobeerd om de jeugd te ondersteunen. En als ik naar mijn eigen carrière ga kijken, ik heb de Rabobank juniorenploeg nog meegemaakt. Ja, de fijnste tijd uit mijn leven. Totaal geen excessen. Amateurploeg, Nico Verhoeven, ploegleider. De beste beleving. Ik had ook wel een duidelijke visie. Ik wilde ook gewoon de beste zijn. Maar ja, bij mij is het... Kijk, bij de meeste renners gaat het ook niet zo. Loopt het ook niet zo slecht af, hè? Dus... Het is sowieso moeilijk als je je hele leven bijvoorbeeld een sport beoefent en je moet daar op een gegeven moment stop je daarmee. Dus ik was 11 jaar oud, ik ging wielrennen. Ik was 30 jaar oud, ik stopte ermee. Wat ga je dan doen? En dan kan je heel vaak in een zwart gat terechtkomen. En daar moet denk ik hele goede begeleiding in zijn. Je bent je hele leven weg geweest. Je bent 200 dagen per jaar bij je vrouw weg en dan ben je opeens weer 200 dagen ben je er wel. En dan ben je gestopt. En dan zie je ook dat ze bijna allemaal gaan scheiden. De gezinnen worden gebroken. Kijk, dat is natuurlijk nog veel triester. Ik denk dat het op jonge leeftijd dat het al hartstikke goed gaat nu. En dat er ook... Het is wel grappig. Ik had het vorige week... sprak ik een jongen die rijdt bij Quickstep. En vroeger was het gewoon altijd in de winter... moest de wielrenner in het trainingsweekend op stap... moesten gaan drinken, laat naar bed. Het bestaat gewoon niet meer in heel veel ploegen. En dat is natuurlijk op zich allemaal wel heel makkelijk, hè? Dat er geen keuzes meer zijn. En, maar dat is een goede ontwikkeling. Supergoede ontwikkeling, ja. Maakt het heel makkelijk. Maar moeten ze niet op stap om juist een beetje sociaal proces in de groep te bevorderen? Ja, maar dat kan je ook. Je kan ook gaan paintballen of zo, toch? Ja, hoef je niet. Nee, ja, natuurlijk mag je af en toe wel eens een keer iets met elkaar gaan drinken. Dat is het hele probleem, niet een hapje eten. Maar bij ons, toen ik overkwam, was het gewoon trainingskamp. Als je om 5 uur thuis kwam met je waszak nog in je trainingspak nog aan. En er liepen nog 3 mensen liepen tegen een deur aan en die bloedden weer. En om 9:30 wel weer op de fiets zitten. Kijk, dat is allemaal een stap te ver natuurlijk. Ik hoorde dat je bij Team Sky heb je een soort van ontgroening elk jaar. Waar ze de nieuwkomers aan onderwerpen. Was dat bij Rabobank ook?
Ja, dat is bij de Rabobank ook allemaal zo geweest. En ja, dat was natuurlijk gewoon weer een excuusje om iets te zoeken waar we ons met een paar uur mee bezig konden houden. En ja, tegenwoordig neem je je Xbox mee of een computer. Maar ik denk echt dat het wielrennen, ja, dat klinkt stom. We hebben nu die hele zaak Vroom gehad en het gaat over salbutamol. Een puffje die heel veel mensen ook gewoon thuis hebben, waar je absoluut geen Tour de France mee kan winnen. Het kan wel helpen als je astma hebt om die astma een klein beetje te behandelen. Maar wielrennen gaat gewoon op heel veel vlakken de goede kant op. En we zijn natuurlijk heel makkelijk om de negatieve dingen te onthouden. En dan heb je de mensen die moeten daar een boek over schrijven, dus dan weet ook iedereen het. Maar ik denk echt dat we echt een behoorlijk goede weg zijn ingeslagen. En er zijn heel veel jonge Nederlandse gasten die nu prof zijn en die hele mooie wedstrijden winnen, die nooit over het dopingvraagstuk hebben hoeven nadenken. En dat is natuurlijk al een hartstikke mooi iets. Wat vind jij ervan als ervaringsdeskundige dat Froome meedoet aan de Tour? Ja, 100% terecht. Ja, het is heel lullig hoe het allemaal gecommuniceerd is. Ten eerste hadden we niet moeten weten dat hij een verhoogde waarde had. Hij had tijd om dat te gaan bewijzen. Niet zo dat ik hem mijn handen in het vuur steek voor Vroom of de Skyploeg, hoor. Maar met deze feiten wordt hij vrijgesproken. Heel raar, een maandag voor de Tour. Ze hebben bijna 9 maanden de tijd gehad. En als je wordt vrijgesproken, ja, dan is het niet aan de ASO om hem uit de ploeg, of uit de Tour te weren. Ze gingen op een of ander reglement dat het, als het schade voor de naam van de ASO of de Tour de France kon zijn, dat hij daar dan op gepakt of geweerd kon worden. Maar de hele peloton zit vol met mensen die doping hebben gebruikt en nog veel ergere producten. Dus ja, in deze situatie, maar ja, het geeft natuurlijk wel echt aan wat er allemaal fout is in het wielrennen. Deze hele zaak die staat dat deze sport op het bestuurlijk niveau nog niet professioneel genoeg is. Maar je ziet er niet als teken van dat sport veranderd is, dat dit zo'n halzaak wordt? Nee, het is gedaan. Hij is vrijgesproken en we gaan hier nooit meer iets van horen. En ik denk dat Chris Froome hier nooit meer een vraag over gaat beantwoorden. Er zullen een aantal journalisten hier nog stukjes over blijven schrijven, maar ja, hij heeft eigenlijk gewonnen. Is er nog één vraag doen, Joost? Hier, vraag. Ja, er wordt een beetje over die documentaire gepraat alsof het een soort doemverhaal is. Maar de moraal zit hem volgens mij in één zinnetje wat hij zegt. En dat is eigenlijk, ja, ik ben gewoon een gemiddelde renner. Ik ben één van de velen en dat is wat hem een beetje pijn doet. En ik vroeg me eigenlijk af, is dat, herken je dat? En is dat een van de redenen geweest dat je toch nog de wil om te lijden, weer terugkreeg voor je wereldrecordpoging? Is dat op dezelfde gronden om niet, ja, door de uitgang te gaan als gemiddelde renner? Nou, het was natuurlijk, bij mij was het de situatie zo dat ik de ronde van Peking had gereden. En dat was 2014. En dat was begin oktober. En toen hoorde ik 3 weken later dat ik geen contract meer had. Dat ik gewoon klaar zou zijn. Dus dan weet je niet eigenlijk wanneer je laatste wedstrijd hebt gefietst, want die is al geweest. Toen hebben mijn managers ook voorgesteld, probeer anders nog dat werelduurrecord aan te vallen. Best wel een raar idee en ik heb ook gelijk nee gezegd. Maar toen ben ik daar natuurlijk goed over gaan nadenken. En dan zie je maar ook hoe David zich hier vasthoudt aan nog 1 keer mee aan die Tour de France. Is David een betere wielrenner om aan die laatste keer Tour de France nog mee te doen? Nee, hij is al een hele goede wielrenner. Is hij een betere vader? Is hij een betere man voor zijn vrouw? Nee, maar dat zit gewoon in zijn hoofd. En dat had ik natuurlijk met dat wereldrecord ook. Je zegt ja, dus dan is er op een gegeven moment ook geen weg meer terug. En dan misschien in je achterhoofd denk je nog zoiets van, als het misschien lukt, krijg ik misschien nog een contract ergens. Maar ja, het is heel menselijk, denk ik, om jezelf gewoon voor de gek te houden. En om te denken dat je misschien meer bent of dat je van iets uit je verleden probeer vast te houden. En dat is natuurlijk hier ook het geval. In zijn gloriedagen bij Cofidis, op hele jonge leeftijd een gele trui, ja, dan voel je vanzelf wel een beetje rock'n'roll. En ja, dat heb ik natuurlijk ook gehad.
Ik zag dat je op ITVA, toen deze documentaire vertoond was, dat jij was met hem ook. Heb je hem ook gesproken over wat hij van de documentaire vond? David? Ja. Nou, ik denk dat David hem wel geweldig vindt. Ja? Hij komt er niet op alle momenten even goed af, toch? Nee, maar ja, dat is ook het leven natuurlijk. Kijk, het is als je alleen maar een documentaire gaat maken of je gaat een beeld schetsen van ik ben zo geweldig en ik vind dit... dit moeten we vastleggen voor het nageslacht. Een verhaal met randjes, ja, dat heeft toch altijd wel iets meer. En het leven is ook vallen en opstaan. En dat is bij David natuurlijk ook gewoon het geval geweest. Gaat het nu goed met hem? Ik denk het wel, ja. Zeker, ja. Dus zijn vader, 3 kinderen volgens mij. En ja, doet hartstikke leuke dingen. Hij zit nu in de Tour als commentator. Heeft een mooi kledingmerk op de fiets. Woont in Girona. Ja, volgens mij wel een leuk leven. Over de Tour gesproken, we kunnen jou dus elke dag horen bij, op Radio 1. Ben je er elke dag? Nee, dat 11 keer. 11 keer. En zien we je ook nog in de avondetappe? Ja, komende vrijdag ben ik in Frankrijk. Oké, leuk. Nou, en je kan ook natuurlijk altijd naar de Rode Lantaarn luisteren. Die verkrijgbaar is in iTunes en Spotify. En dan ga ik morgen ook nog even mijn podcast opnemen. In het wiel. In het wiel, ook toch? Ook op Spotify, ook op iTunes. Heb je in ieder geval genoeg te doen? Dat bedoel ik maar. Ja, zeker. Oké, dankjewel Thomas Dekker. En dank allemaal voor het komen. APPLAUS